Hey, leuk dat je kijkt. Het is de pennen goed. Oké. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de Vintage Week. Ik ben met Lynette. En vandaag gaan we iets heel leuks doen, want wij gaan een budget. Even laten zien hoe jullie staan. Kijk, zo staan jullie tussen de bedden. Bedden goed. Oké, Lynette, focus. Ja. Ik ben er. Je kijkt heel mensen. Vandaag hebben we een challenge. Ja. Wij gaan vandaag voor een outfit zoeken. Voor onszelf. Onder de? Onder de 30. Gaan we proberen. Gaan we bijvoorbeeld een top. Een broek en een jas. Ja, of een topbroek en accessoires. Oké, ja. Want die jas is best wel duur. Ja, dat weet je niet. Nee. Misschien. We kijken wel. We're gonna try. Dus dat wordt dus de budget challenge en... ja, Gamefreeze. We zijn in Den Haag trouwens. Ja, mijn rattenplan. Rattenplan is echt heel groot. Het is echt 5000 vierkante meter of zo. Echt huge. Ja. Dus, nou ja, dat gaan we doen. Ja, doei. Doei. Budget challenge, it is. Nou, ik vind dit toch. Dit is wel een leuk kleurtje. Dit is wel een leuk kleurtje. Husky.nl. Oh, dat is dan weer wat minder. Ik voel me ook een soort van pressured of zo. Dat ik als eerste moet. You got this, jij bent hier de vintage queen. Ik niet. Ja, maar alsnog, gewoon een beetje stress. Die is wel, ja. Die is uitgeklemmerd, hè? Ja, is wel lelijk. Op zich, hoeveel kost dit? 4,50. Ja, dat is wel echt heel goedkoop. Dus dat is wel echt goedkoop. Ik kan hem gewoon even houden en dan kiezen, toch? Dat kunnen we toch wel gewoon. Ja, je kan toch gewoon meerdere dingen in je handen houden? Ja. Ja. Oké, okay, nee, we gaan door. Keep on. Leuk vestie. Leuk vestie. Oh, mijn oma zou dat echt aan doen. Oh, wat is dit? Deze is best wel mooi. Maar dit vind ik dan een beetje. Maar hij is wel echt heel erg gefutteld. Het is wel echt goedkoop hier. Best leuk. Mm. Heel veel glitter ook, hè? Nou, die is wel oké. Okay. Die is wel cute. Ja. Neem gewoon mee. Hoe duur is die? Ik denk het een beetje... 4,50. Maar, dit... oh, dit is de achterkant. Oh. Maar je... Leuke jas of zo. Maar dit is allemaal mannen, toch? Ja, maar misschien... Mannenjas? Oh my god. Oh, hier heb je wel allemaal echt super leuke colbertjes. Check deze. Ja, het is wel heel leuk. Hé, deze. Oeh. Is wel groot. Van Mr. Gregor, denk ik. Of in ieder geval, dat staat erop. Maar het is echt groot. Ja. Als blazer. Blazer dress. Blazer, ja. Ja, of blazer. Achter. Wow. Blazer dress. Wauw, heel mooi opgehangen. Wat weet je wat wel leuk is? Als je zeg maar dit doet en dan met een riem. Dan heb je een blazer dress. Ik heb mijn outfit al. Oh my god. Of nog gewoon bijna een blazer dress outfit. Maar ik wil deze oprecht wel meenemen eigenlijk. Maar... Ja, ik wil deze wel. Ik vind hem wel echt heel leuk. Deze is echt leuk. Nou, dan nemen ze toch. Ja, dit is echt jouw ding en dit is echt mijn ding. Ja. Oké, okay, als jij het nou draagt. Oké. En dit? Nee, dit zijn wel echt jouw kleuren ook. Ja, die met dat stofje, ja. Maar dit is wel kort hè, voor een blazer dress. Ja, hij is ook echt wel, hij is vooral heel breed. Zeg maar, qua bij je schouders. Riempje. Ja, hij is wel kort, maar hij is wel leuk. Is deze korter dan deze? Ja, ik heb wel het idee dat hij iets korter is. Oh, mooi. Ja, die is ook wel heel mooi. Wel, vind je deze of deze mooier? Ja, lastig. Ik vind die qua kleur wel iets toffer. Deze, hè? Deze, ja. Ja, dat is wat aparter. Heb je één. Oeh, teddycoat-achtig. Oh, wauw. Oké. Okay. Oh, dit is gewoon een hele badjas, joh. Ja, dat kunnen we ook gewoon doen. Gewoon een badjas, pyjama. Klaar. Pyjama look. Zo moet je ook eigenlijk een top onder die blazer. Oh, dit is niet zo mooi. Oh. Je hebt hier wel iets van blazertjes en zo, hè? Ja. Oh, dit is wel heel erg. Nee. Dit is gewoon... Toch niet? Maar hij is ook een beetje uitgelebberd. Ook niet. Als ik even beter zoek. Kijk! Een toppie. 1 euro. 1 euro, nou top. Top? Top! Je hebt daar nog wel veel blousjes ook. Ja. Oh!
Dat kan wel. Maar hoeveel kost die? Dat weet je niet. Dat. Oh, dat is zo'n indianen ding. Ja. Dit is echt heel cute. Ja, die is heel leuk. Is dit, wat is dit? Oh, is dit een jurkje? Ja, volgens mij is het een soort jurkje. Dat is wel echt heel kort. Nou, val, ja. Ik vind wel echt, dat deze kan wel. Echt heel leuk. Ja, ik zou meenemen. Oké, okay, nemen. Girl, waar is het nou? Hier heb je... Dit is een sjaal. Hier is wel een groot topje. Oké, eerst de broeken. Oh, het is hier gewoon. Hier is alles, kijk. Ik weet echt niet waar we hebben gekeken. Is dit wat voor jou? Mijn broek is altijd wel lastig, hè? No. Wrong size. Hier, ik kan ook een joggingbroekje doen. Als outfit. Met die grijze trui. Als een soort van chill outfit. Ja. Ja, nee. Ga het er niet doen. Kijk, deze vind ik best wel leuk. Zie je, die is corduroy, zwart. Maar... Hij is niet high-waist en ik draag eigenlijk niet meer, niets meer high-waist, zeg maar. Ja, ik snap wat je bedoelt. En het gaat dus vinden hoor. En wat is dit dan? Skirt. Ook nog broeken. Pantalon. Een pantalonnetje. Die is wel leuk. Op zich. Wat voor look ga ik nou maken, girl? Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Flared, kind of. Wow, hij is wel kort, hé. Maar op zich voor jouw lengte kan het wel. Hij is echt heel groot, ja. Mag ik een riem doen? You can try. Nee, of in de kant. Alleen nog even een riem hebben dan. Ja, en wow, dit zijn echt mega riemen. Ja. Zijn er niet van die dunne? Ja, die moeten er echt wel zijn, toch? Ja. Ja, dat is wel echt... Oh, dit is echt leuk, die blazer dress. Dat is wel echt leuk. Leuk idee. Maar verder zijn er geen riemen dan? Ik heb ze niet kunnen spotten, nee. Ik zou dit gewoon lekker gaan passen. Oké. Okay. Nou, let's go. Oké. Okay. Oh! Kan wel. Misschien wordt het echt zo catchy, weet je wel. Maar misschien met de dress, met de blazer dress. Dit vind ik iets voor jou, net. Dit is echt beautiful. Okay, oh my god. Gaan we hiervoor. Is het best oké? Ja, deze. Van Paul & Bear. Ja! Welke maat? Ja, we hebben allebei hele kleine voetjes. Je hebt ze wel iets groter dan ik. Ze zijn 7 euro, dus dat valt wel mee. 38. Oh nee, ik heb 37. En deze? Ja, die vind ik niet echt mooi. Of deze? Hoor. Dat zijn echt van die hardloopschoenen. Ja. Hier een beetje deze. Ja. 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 Deze misschien? Nee. Nee, het is een man. Ja, daar komt beurs. Ja, maar die zijn echt wel groot hoor. Ja? Maar ze... Oh, nee, fans. Nou, nee. Oh, dat is echt heel jammer. 4 euro. Wauw, dat is echt niet duur. Veel. Maar kijk, bij mij gaat sowieso... Oh my god. Die zijn leuk. Maat 37, maar... Oh, die zijn dan wat voor mij. Ja. 4,75. Oh my god. Dat jij kan gewoon echt geen oud... geld. Deze is echt heel leuk. Kijk, wat heb je hier nog? Je hebt natuurlijk aan wat jij gaat doen. Maar we nemen deze gewoon even mee, ja? Voor ons beiden anders. Ja, is goed. Oké. Okay. Oké, jongens. We gaan passen. Let's go. Ik vind net dus deze in die terughang dingen. Oh, kijk hoe mooi. Van de Zara. I love it. Echt. 7 euro wel. Ja, maar echt. I love it. Aandoen. Ja. Oké. Okay. Ik vind het leuk, maar wel te kort. Ja, ik vind die blazer echt heel mooi. Ja. Kijk, dit is dus die blazer en hij past verder wel echt super mooi. Ja! Of een ja. Pantalon of zo, ja. Ik vind het wel mooi gezocht. Ja. Maar, en die pantalon daaronder, heb je die al geprobeerd? Nee, nog niet. Dat ga ik even proberen. Hi, ik lijk net Emma Chamberlain. Maar ik wilde even zeggen dat ik was vergeten te filmen dat de pantalon, de eerste pantalon die ik had gepakt, niet paste. Been kom er niet in. Hij was veel te strak. En de tweede zakte echt direct van mijn ass af. En we konden dus geen riem vinden. Dus... Ja, we hebben geskipt. Nee. Oké, door naar de video. Kijk, het idee. Snap je, als dit niet zo groot was... Dat idee is best wel leuk en best wel fashionable. Maar dit is immens.
Ja, hij is echt heel groot. Hey, echt van die rug... van de achterkant is best wel leuk, kijk. Van die rugbyschouders heb je. Ja, kijk. Ja. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Van de achterkant zou dat best wel leuk zijn, toch? Qua lengte is hij best wel oké. Ja. In ieder geval dan met hakken. Je had toch dat leuke jurkje gepakt? Je hebt nog twee jurkjes gepakt. Grijs. Ja, maar die ander. Die bruine. Oh, ja. Bitch. Oh, nou, dit was wel mijn idee. Als dit niet zo... Dan had het best wel gekund. Oké. Okay. Nee, dat is wel leuk. Niks. Terwijl Romana aan het passen is, zie ik hier dus best wel een leuke jas. Love it. Die ga ik meenemen. Ja. Alleen. Nee, oké. Okay, die schoenen zou ik er niet bij doen. Nee. Maar met die knot en alles. Ja, echt love it. Oh my god. Echt. Ik hou van dit. Het doet me een beetje denken aan een detective jas, maar dan fancy. Ja. Fashionable achter. Het is een jurkje. Ja. Nee, ik vind het echt heel leuk. Denken, want het is niet echt mooi hè, met dit. Met die schoenen. Ja, ik vind het ook niet lelijk hoor. Het kan echt wel. Het is even voor de outfit. Ik zou het zelf niet doen. Ik vind het een beetje too much. Het is een beetje zo... Het is niet mijn stijl ofzo. Nee, ik zou dat tasje ook niet zo snel doen. Nee, want dan maak je het al snel chic ofzo. Dit is wel heel easy. Nou, hoezo? Je hebt wel meerdere outfits gepast. En dit is gewoon de winner. Oké. Dat is wel cute, toch? Dit is echt French girl. Ja, maar echt? Dit zou ik nooit aan doen, dit tasje. Maar het is misschien wel beter. Hij past er wel echt veel beter bij. Het is echt zo, ik ga fancy boodschappen doen. Ik denk dat dit binnen de look is. En als het zonder is, nou ja, het is niet helemaal perfect, maar het is wel... Het is een look. Ja, ik denk dat het is. 3,50. Het jurkje is? 3,50. Volgens mij? 9,50. 9? Ja. Wacht, ik moet even focussen. Oh, dat is nog best wel duur. Hier. Jurkjes 9,50. Vind ik best wel duur vergeleken met die blazers en zo. Ja, dat is best wel duur. En die schoenen zijn? Die schoenen waren 7 volgens mij. Wacht. 4,75. Wow, dat is echt cheap. Dus nu heb ik een eind van best wel een jas kunnen. Maar hoeveel is het dan nu totaal? Even kijken, 4,75. 9,50. 10, 11, wat dit is. 18,50. Oh my god. En misschien had ik echt nog wel een jas voor tientje kunnen halen, heb ik 30 euro. Love it. Nou, ik vind dat je geslaagd bent hoor. Ik ben echt geslaagd. Ja. Ik denk dat dit het is. Ik bedenk me nu iets. Dat dit heel erg leuk is. Gewoon met Fenty en dan Dr. Martens. En dat is wel echt leuk. Dat zou ik eigenlijk moeten hebben. Maar ga je hem nemen of niet? Ik denk dat ik hem wel neem. Dat vind ik wel echt cute. Ja, het is wel echt heel leuk. Ja. Ja. Top! Oké, we gaan met Lynette beginnen. Ja. Zij heeft al ondertussen gekeken. Een blazer en een jas. Ja, heel mooi die trenchcoat. Een leuk iets eronder, misschien een leuke broek. Ja. We gaan even een rondje doen. Let's go. Let's go, girl. Ja, echt heel leuk. Wat is dit? Oh, dit is een poncho. Ja, dat mochten we ook niet hebben. Nee, dat vind ik echt niet. Nee, dat ook niet. Wat is dit dan? Oh my god. Ik zit ook te kijken, maar... Oh, dat is zo'n beetje raar stofje. Een simpel wit shirt. Is ook altijd handig, vooral onder die blazer misschien. Juist. 1,50. Nou, dat is geen geld. Is er nou een onderbroek? Oh, ik schrok al. Nee, deze Tommy heel fijn. Oh, dat is zo'n... Dat is gewoon een broek. Gewoon een Tommy. Oh ja, toch liep echt iedereen hier. Ja, klopt. Wel Tommy. Hoeveel kost die? Voor de grap? 3 euro. Oh, oké. Okay. Ja, nou. Het is wel koud. Ja. Ik vind ook de kleuren niet zo mooi. Nee. Nee. Ja, want dit is echt zo jaren... Ja. Middelbare school. Ja. Ja. She's struggling. Oh, dit is ook leuk. Dit is wel echt mijn stijl. Ja. Vind ik ook... Ik ben naar die andere kant van. Ja.
En moet je ook niet een broek trouwens? Ja, die zijn allemaal daar. Oh ja, dat is waar. Het is hier echt zo groot, jongens. Zie je? Oh, boe! Ik ga stuk. Oh, wat boe. Wel 17,50. Ja, maar ik denk dat het gewoon nieuw is daarom. En? Oh, dat is interessant. Die zochten we eigenlijk. Wauw, wat een jas. Maar op zich zouden we... Maar op zich zouden we geen jassen doen. Niet? Maar, toch? Toch? Geen schoenen, maar... En geen jas? Oh jawel, ik weet het niet meer. Ik vind hem leuk. Neem hem gewoon mee. Daar gaat ze. Oh mijn god, die hebben we niet eens gezien daarnet. Ze sleept dit gewoon. Ik ben best wel aardig mensen. Girl, kijk deze. Oh ja, maar ik vind de sleehak echt heel lelijk. Ja, maar die is er. En deze? Ja, die zag ik dus ook. Maar... Onder die jas? Of met de blazer? En wat? En deze dan, net? Deze is echt heel mooi. Maar ik ben dus echt niet van de hakken. Ja. Ik ben ook niet van de hakken met een blazer dress. Dus ja. Wat ik vind ze verder. Het? Ja, dat weet ik niet. Ik heb echt gram. 37. Oké, okay, ja, ik zou ze kunnen passen. Ja, precies. Nou, honey, dan neem ik één ook mee. Honey. En die met die punt? Ja, die is wel echt te groot. Hè? Ja, die zijn te groot. Okay. Oh, deze bedoel je? Ja. Maat 37. Echt? Dat is echt ook mooi. Maar deze lijken kleiner ja, wel. Ja, nee, ik pak deze wel. Maar ik vind dit heel mooi. En hoeveel zijn deze? Achterkant. Dat er niet op. Oh. Oké, okay, we hebben schoenen die geen prijs zijn hebben. Dat echt te luxe, nee. Dat lijkt me echt heel sterk. Leuk. Leuk spijkjassie voor je. Ja, ik kan het ook wat zie je? Pakken. Ja, wacht. Dan gaat ze. Ik ga stuk. Ja, of leg het even hier neer en dan. Wauw. Maar op zich, hè? Ja, Co. Nee. Oh my god, net. Alle kleding met een zwart label 50% korting. Oh. Maar die heb ik bijna niet voorbij zien komen. Nee, ik ook niet eigenlijk. Hé, hey, en deze? Oh. Maar heb je wel weer zwart. Oh mijn god, maar ik vind deze echt... Waarom heb ik... Deze had ik moeten hebben. Wel een leuk pantalonnetje. Neem maar mee. Zie je? Oké, okay, my girl. Is ook echt zwangerschapsbroeken. Ik vind dus echt heel slim om een zwangerschapsbroek hier te kopen. Want daarna kan je die dingen weggooien. Als je niet meer. Snap je? Ja. Kijk, ja, we hadden ook een mandje moeten doen. Maar ja. Oh, hier zit een volume. Nee. Are you kidding me? Dus wat voor kleur wil je? Een zwarte? Ja, ik heb al een zwarte mooie ding. Want kijk, deze vind ik op zich ook wel mooi. Zo'n dunne. Een dunne zwarte. Nou, neem we die ook. Neem we ook mee. Hoeveel zijn ze? Breed 1 euro, smal 75 cent. Oh, okay. Toppie. Ik dacht heel, oh mijn god. Waar ben je net? IJstijd. IJstijd. Nou, IJstijd zit in de kringloop. De mensen die IJstijd nog weten, zet het hieronder in de comments. Nou, dan gaat ze. Is zijn schoen? Huh? Je hebt je tas hier vergeten. Oh, hij ligt er nog. Nou, kijk nou, wat een stilo. Het gaat helemaal casual met de shoes. Waar zijn die andere schoenen? Die zijn hiernaast. We hebben deze nog. En deze nog. Nou, ik wens je echt heel veel succes mee. Oh my god, ik heb echt te veel. Yup. Oké, okay, komt goed. Komt goed, goodbye. Succes. Ja, oké, okay, I'm ready, ja. Kut. Ja, nee. Het idee... Kijk, de achterkant. Het idee is er, maar de... Ik vind de koor best wel oké bij staan. Ja. Maar ook... Ja, nee. En met die riem... Nee. Nee, dat is gewoon... Nee, dat is gewoon... Nee. Nee, onze uitvoering is wat minder. Ik heb hier een soort van prettig gevoel. Ik heb echt idee dat ik iedereen geflijt. Dat is echt niet oké, hoor. Nou, she's ready. Ik denk echt dat het heel leuk is. Ja? Kom maar door. Zo niet mijn stijl. Maar ik sta je heel goed. Kijk, die tas vind ik sowieso al. Mm. Maar die jas staat je echt heel goed. Ik ben ook echt niet van het goud. Dus het is eigenlijk niet. Oh ja. Maar die jas met die trui, dat truitje is heel leuk. Ready for a business meeting.
Maar die broek is ook echt leuk. Het is jammer dat hij wat korter is. Maar op zich, deze schoenen kunnen echt. Ja. Oh my god, girl. Maar zit je in het budget? Shit. 4,75. Dat is 14. Wacht, we moeten echt even kijken wat. 5 euro de broek. Okay, hij staat je echt heel goed. 10, 15. Het zit achter 19,75. En volgens mij was deze 4 euro. Ja, volgens mij ook. Wacht, let me check. Oh my god, heb je het gewoon, hé? 3,50. Ik zou er zelf denk ik. Nou, ik voel door deze jas echt een soort van businesswoman. Ik vind het echt heel leuk, want kijk, zo'n jas. Ja, ik wou net zeggen, daaronder zou je gewoon sneakers moeten doen of Dr. Martens. Hij staat je heel mooi. Ja, ja, ik had dat ook. Staat je heel goed. Ook die kool. Want die kool ziet er ook nieuw uit, vind ik. Ja, dit is. Heb je dus al zoiets? Wat dit? Ja. Wel gehad, maar. Zelfs die broek. Girl, ik zou echt alles nemen als ik jou was, gewoon. Behalve de schoenen dan. Ja. Oh my god, nou ik denk dat je het hebt. Ik heb een broek in mijn kast. Dus ik ga hem niet nemen. Oké, second outfit. Kom maar door. Oh. Hij is wel heel groot. Hij is een beetje te groot. Dat is heel jammer, maar het idee is heel leuk. Zo, ik snap echt je vibe. Hè? Holy shit. Dat is gewoon je hoofd? Nee. Ja. Ik vind de outfit. Dit vind ik echt een super leuke outfit, hè? You did a really good job. Want het is echt heel leuk. Ja, het is wel grappig, hè? Eigenlijk zijn we nu. Ja, het idee is echt heel leuk. Maar die jas is 17,50. Ja, dat is wel duur. Misschien haal je het dan niet. Dus dat is ook niet echt super fancy. Nee, vind ik ook wel duur. Maar die schouders zijn net iets too much. Ja, dat is echt jammer. Maar ik denk dat je dan niet eens haalt met de challenge. Nee, 17. 4. Volgens mij was deze. Hier ook zoiets. Toch 5? Leuke kool ook hoor. Oh. 5 euro. Nee, ja, 5 euro. 17,50. 4,75. 26,50. Ik denk dat ik het net aan haal. Want deze is volgens mij wel 3 euro. Ja. Oh. Girl. Heel leuk. Meer, zeg maar, je bent wel duurder uitgekomen dan jij. Ja, maar ik heb een beetje gecheat. Want ik heb één hele. Een jurkje. Ja. Ja. Jij hebt een broek en een top erbij. En een jas. En een jas. En schoenen. Ja. Maar ik zie, als ik die broek had gevonden, dan had ik ook mijn. Maar deze moet je nemen. Hè? Deze. Wil je deze niet? Ja, maar dan moet ik het weer gaan passen. Ja. Maar op zich hebben wij wel redelijk dezelfde maat. Ja, dat is waar. Ja, misschien. Maar hij is dus. Ik vind het raar, want hij valt bij jou dus wel high-waisted, maar hij is niet high-waisted. Maar hij. Ik vind hem gewoon best wel hoog hoor. Nou, girl. Ik vind het een hele leuke jas, maar ik ga hem niet doen. Nee, maar echt goed gedaan. Yay! Nice. Even een rondje. Lynette zegt net iets. Dat ik meer moet gaan fitten zoeken. Want ik ben zo proud of you. Nee, terwijl. Maar je vindt echt leuk. Kijk, deze is. Ja. Oh, trouwens, we hebben niet gezegd. Ik ga deze twee nemen. Dus deze en de blazer. En Annette gaat deze kopen. 3,50. En weet je, het ding is. Ik ben ook nog eens goed bezig voor het milieu. Snap je? Het is echt win-win. Het is echt win-win. Het is echt top. Oh my god, I can convince someone. I'm so happy. Want met mij ben je als eerste echt gaan vintage shoppen. Ja, klopt. En dit is de tweede keer. Ja. Yay. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja, en ik vind deze winkel ook echt heel leuk. Ja, ik vond het echt heel fijn shoppen. Je hebt super veel keuze. Ja. De broeken vielen wel echt tegen. Ja, dat vind ik ook wel. Maar voor de tijd zijn we daar ook wel uitgekomen. Maar ja, ik vond het echt wel echt heel leuk. Ik ook. En gewoon vet chill. Echt zoveel spullen. Echt, we hebben nog 4 etages eigenlijk. Ja. Maar dan niet qua kleding. En het is zo goedkoop. Het is echt normaal. Het duurste wat we zijn tegengekomen is een jas van 17,50. Oh ja. Maar dat is maar dat echt was, de rest was allemaal 10 euro dat en zo. En het is ons gewoon gelukt met de budget challenge. Want wij wisten niet hoeveel we nou het budget zeg maar moesten doen. Want ik we dachten 30. Dat 30 ja. Was. Ja. Ik zei we moeten niet 50 ja. Ik zo, nee, dat is wel een beetje te veel, maar ik dacht ook 30. Het was gewoon dik gelukt. Geluk. En we hebben alle twee, ja, ik had dan 2 outfits. Ja, en ik. 1,5. 1,5 outfit, maar. En alsnog zaten die ook echt wel in het budget. Ja, en ik zit zeg maar echt dikker onder. Ja. Is maar max als 20. Dus. Ja. Netjes gedaan. Jee, we zijn blij. Oké, okay, nou dat was het eigenlijk, dat was de video. Dus als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Abonneer ik eventjes op Lynette de kanaal. Het staat hieronder in de beschrijving. Hieronder staat ook nog een afspeellijst voor de andere video's van de Vintage Week. Dus als je die wil zien.
Oké. Thank you so much for watching. Doei doei.